Zou je even willen uitleggen wie je bent en wat je doet? Ja, ik ben Sonja Verhoef en ik ben gedragstherapeut voor honden. Dus wat ik doe is ik help mensen die met hun hond tegen een bepaald probleem aanlopen. Om te kijken of het realistisch is om het probleem op te lossen. En als dat zo is, hoe dat dan kan. Ik ben Berit Augustus en ik train honden. En daarnaast heb ik een eigen praktijk als haptotherapeut. En die twee heb ik geprobeerd een beetje te combineren. En gebruik je bij je werk bepaalde methodes? Nou, ik kijk dus eigenlijk per keer wat werkt en wat de methode gaat zijn. En ik merk dat, laten we zeggen, 90-95% van de problemen op te lossen zijn met hele diervriendelijke methoden. En daarmee bedoel ik dus geen correcties en zo. Ja, ik train honden op de manier vanuit de haptonomische visie. Wat wil zeggen dat je vooral heel erg bezig bent met hoe sta ik in contact met mijn hond. En waarom heb je voor deze methode of methodes gekozen? Omdat ik het heel belangrijk vind dat je als mens in contact staat met jezelf en je omgeving. Waar haal je motivatie vandaan om te doen wat je doet? Nou, ik vind het heel leuk om andere mensen te helpen en problemen op te lossen. Dat vind ik heel leuk. En ik ben altijd heel erg geïnteresseerd in van waarom doet een individu wat hij doet. Ik vind het heel mooi om mensen in ontwikkeling te brengen. Dus iedere dag dat ik met mensen bezig kan zijn of met een baas-hond combinatie en dat ik daar groei in zie, daar geniet ik van. Ja. Wat denk jij dat identiteit inhoudt? Nou, dat vind ik heel moeilijk. Ja, ik denk dat het een omschrijving is van dat wat je zou willen zijn of datgene wat je bent. Maar daar ben ik nog niet helemaal over uit. Voor mij is identiteit eigenlijk wie je heel diep van binnen wie je bent. Wie ben jij als mens? En denk jij dat identiteit iets is wat vaststaat? Als je kijkt naar rollen, wel. Dan is jouw identiteit in mijn geval dan hondengedragstherapeut of dochter van. Maar dat een rol is en dat iets anders is dan je persoonlijkheid. Wat denk ik niet vaststaat, wat denk ik gevormd wordt. Nee, ik denk dat identiteit iets is wat je ontwikkelt gedurende je leven. Je wordt geboren als babytje en dan heb je wel van alles en nog wat in huis als het ware. En als je door je ouders daarop aangesproken wordt, ga je als kind ontwikkelen tot mens. En dat gaat, in mijn visie gaat dat je leven lang door. In hoeverre heeft het intensief werken met dieren en mensen invloed gehad op jouw persoonlijkheid en identiteit? Ik heb heel erg geleerd om actie te nemen en het voortouw te nemen. Te zeggen, en nu gaan we dit doen en nu gaan we dat doen. Dus dat heb ik heel erg geleerd vanuit de paarden. Ik heb twee Weimaraners gehad. En in die periode ben ik gescheiden en maakte ik eigenlijk een levenscrisis door. Doordat die honden er zo voor mij waren, heeft het mijn identiteit in zoverre gevormd dat ik weer helemaal terugkwam bij mezelf. Wie ik ben, wat ik wil, hoe ik in het leven wil staan. Dus die hebben me heel erg geholpen om trouw te blijven aan mezelf. Dus in die zin heeft dat denk ik wel geholpen dat ik meer begrijp.